De meest beroemde en meest verspreide Belgische elixier is wel de Elixier d'Anvers van FX de Beukelaar. Al meer dan 150 jaar produceert het bedrijf het gele drankje in de bekende achthoekige fles. Dat doen ze nog steeds in het oorspronkelijke gebouw naar het eeuwenoude recept. Tijd om een kijkje achter de schermen te nemen bij de Antwerpse liqueurproducent. Slechts twee personen kennen het originele recept van Franciscus Saverius de Beukelaar. Dit recept is sedert 1863 ongewijzigd gebleven. Yvan Nollet, de huidige afgevaardigde bestuurder, is al de 10e generatie van een stokersfamilie. En hij heeft samen met zijn broer de scepter overgenomen van de familie de Beukelaar toen dat daar geen verdere opvolging meer was. Hij heeft wel eerst 10 jaar nog met meneer Emile de Beukelaar meegelopen om die geest van de Elixier d'Anvers tot hem helemaal door te laten dringen, tot in zijn ziel. Het feit dat wij al 150 jaar bestaan, heeft ons ook populair gemaakt bij mensen die houden van authentieke producten, die houden van ambachtelijke wijze van maken, van productie en van mensen, kortom, die houden van lekkere smaken in hun eten en in hun drinken. Elixier d'Anvers is bekroond geweest met tientallen diploma's en medailles. Het voornaamste diploma dateert van 1887 en is uitgereikt tijdens een expositie in Boulogne-sur-Mer. De voorzitter van de commissie was Louis Pasteur, de man die de pasteurisatie heeft uitgevonden. Dat diploma is voor ons natuurlijk het begin geweest van een internationale bekendheid. De productiehal bestaat al van 1894 en was voor die tijd zeer modern. Alles gebeurt hier nog altijd volgens dezelfde manier van toen. Alleen het bottelingssysteem is volautomatisch. Het productieproces begint in de kruidenkamer, maar die zit achter slot en grendel. En daar worden de samenstelling gemaakt van alle kruiden. Dat mengsel wordt in een jute zak gedaan en wordt dan in de alambiek gedaan. Aan dat kruidenmengsel wordt zuivere alcohol toegevoegd. En het inwerken van die koude producten op elkaar, dat noemt men maceratie. Na de maceratie volgt de eigenlijke distillatie. En dat gebeurt door stoom op te wekken. Dat is een zeer langzaam proces. Wanneer die alcohol wordt verwarmd, dan gaat die op een bepaald moment verdampen. In zijn damp gaat die alle aroma's van de ingrediënten meenemen. En die damp gaat ontsnappen langs die rode buis hier boven ons naar de koelketel. En in die koelketel zitten spiralen met koud regenwater. Die zorgen ervoor dat die damp terug condenseert. Wat daaruit komt, heeft nog 80% alcoholgehalte. En men noemt dat het alcoholaat of de geest of de esprit van al wat dat we hier hebben ingebracht. Dat gaat moeten rusten. En dan wordt het ingebracht in de mengketel of een autoclaaf. In die mengketel wordt toegevoegd zuivere alcohol, gedemineraliseerd water en vloeibare suiker, tot als men de gewenste samenstelling heeft. Wanneer dat weer gerust heeft, wordt het gefilterd en dan wordt het opgepompt in de kleine vaatjes daarboven. Daar gaat het rijpen en ook zijn bittere smaak gaat daar verdwijnen. Later gaan verschillende vaatjes in een groot vat ook nog verder rijpen. En van daaruit wordt er gebotteld. En heel dat proces duurt een kleine 6 maanden. Van oudsher wordt de Elixier d'Anvers geschonken in een borreltje of eventueel onderoks. Maar met Elixier d'Anvers kan je veel meer.
school.